Hey, goedemiddag, Peter en Jeroen. Cool. Laten we beginnen met even voorstellen, want lang niet iedereen kent jullie, heel veel mensen waarschijnlijk ook wel, maar wie ben jij? Ik ben Peter Kleinman, interieurarchitect, al ruim 20 jaar hier in het Zeeuwse actief als interieurarchitect en sinds een paar weken nu hier mijn locatie in Middelburg. Ja, daar kom ik zo nog op terug, maar eerst even naar je collega, want jullie zijn collega's, maar wel twee verschillende bedrijven. Hè? Ja, klopt. Jeroen Poelstamper, Poelstamperbouw. Nu inmiddels bijna 6 jaar zelfstandig. Ik zit al langer in het vak. En dus inderdaad samen met Peter 2 weken geleden hier geland. Ja, en dan voor de goede vorm. Jij bent geen interieurarchitect, maar jij bent? Nee, ik ben bouwkundig adviseur. Ja, dus wat jij ontwerpt, nee, jullie ontwerpen wel allebei, maar jij zit meer in de techniek? Ja, nou, Peter ontwerpt meer en ik zit meer aan de technische kant. Ja. En zoveel om elkaar aan. Ja, het ligt me net aan hoe de opdracht binnenkomt, dat Peter het plaatje ontwerpt en wordt het echt technisch te moeilijk. Dan gooit hij het andere kantoor binnen en dan kan ja, het precies. Zeer korte lijntjes. Hele korte lijntjes. Ja, dus we zitten in de stad Schuur en jullie zitten eigenlijk op de hoek met de Vlissingse straat. Het is een vrij monumentaal pand, maar bij mijn weten was dit vroeger van de gemeente en vervolgens waren dit allemaal woningen, toch? Of hoe is dat nou gegaan? Woongoed heeft het voor een jaar of 7 geleden gekocht en heeft daar woningen van gemaakt, met name voor studenten, maar er zitten ook andere mensen zitten erin. En deze unit, om het zo te zeggen, dat wilden ze niet meer verhuren als woning, maar als kantoor. En daar kregen wij lucht van en hebben we meteen gezegd van nou, dat is wel heel erg prettig om hier te gaan zitten. Vorige keer toen we kennis maakten, toen zei je al van nou ja, we doen ook van alles in Middelburg. Nou, daar ben ik altijd geïnteresseerd. En je zei ook er eerlijk bij van heel veel wat wij doen, dat is aan de binnenkant van woningen en panden. We kunnen door de stad lopen en zeggen van kijk, hier achter de voordeur hebben we dit gedaan en daar achter de voordeur hebben we dat gedaan. Er zijn wel een aantal publieke ruimten. Maar ook op dit moment kun je daar niet naar binnen. Hè. Voor de Zeeuwse gronden op de Herengracht heb ik het interieurplan gemaakt en termen buiten. Daar wilde ik graag nog een keer gaan kijken. Ja, want toen ze verhuisden, hè, dat was natuurlijk de ruil met het veilinghuis, als ik me niet vergis. Ja, en dat is er nooit van gekomen. Corona heeft natuurlijk ook wat roet in het eten gegooid. Ja, maar goed, daar kunnen we op het moment dat er de stof gedaald is, kunnen we daar sowieso nog een keertje naar binnen. Nou, daar ga ik heel graag met je mee, want sowieso is dat een interessant pand. Het is een markant pand ook. Werken jullie nu vooral voor particulieren of voor bedrijven? Hoe moet ik dat zien? Ja, voor mij is het eerder 75%. Voor mij is 75% echt wel bedrijfsmatig. Ook de wat grotere jongens, de utiliteitsbouw. Ik heb een paar projecten Vlissingen Oost of richting Henk Zand. En dat zijn toch wel de grotere units. En 25% is particulier. En wat ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben, want jij bent van oorsprong niet in Middelburg. Jij wel, dacht ik, of niet? Hoe zat het nou? Ik ben hier geboren en ik heb 24 jaar in Arnhem-Muiden gewoond. Ook gemeente Middelburg? Dus ook gemeente Middelburg en ik woon in Zuid, dus ik ben altijd in Middelburg. Maar je bent je Middelburgse accent ook niet verloot, dus niet dat je nu plat Zeeuws... Dat heb ik van een kleins van niet meegekregen. Nee. En jij kwam uit Bad Hoeverdorp van oorsprong? Bad Hoeverdorp, ja. Maar je zei vorige keer, want dan kwam er ook zo wat van die dingen voorbij, je bent betrokken bij de Oemoemenoe bijvoorbeeld? Ook, ja. In eerste instantie vanuit het sporten van mijn zoons. Die hebben allebei bij Oemoemenoe in de jeugdselectie gezeten van Nederland. En draaien nu nog in het tweede team voor de fun mee. En als betrokken ouder ga je natuurlijk altijd mee om foto's te maken en te supporten. Ja, dat is een gezellige vereniging. Ik ben er vorig jaar een keer geweest. Daar kwam ik niet zo heel makkelijk weg, moet ik zeggen. Wil je nog een biertje? En dan krijg je ook gelijk van die enorme glazen daar. Zullen we dan nu het pand even gaan bekijken? Prima. We gaan gelijk een aantal projecten. Zijn dit van jullie samen of zijn dit... Dit is van mij. Ja, ik zie inderdaad meteen een industrieel gebied. Peter heeft hier dan toevallig het interieur, de indeling van de ruimtes voor gedaan. En zo werken we ook weer samen. Ja, dus er komt eigenlijk één opdracht even met een mens van nou dit hebben we. Kom jij met een voorstel? Ja.
Maar hier zie ik volgens mij echt het interieur van de woning. Van verschillende, woningen? Ja, verschillende woningen, ja. En dat kan zich beperkt hebben tot, bij wijze van spreken alleen meubilair. Maar het overgrote gedeelte is echt gewoon complete verbouwingen. En dat is het lastige te zien aan dit soort plaatjes. Van wat hebben wij daar nu aan gedaan? Echt het idee dat dit vroeger ook wel het pakhuis was of het over de... Maar zo nieuw als het dan lijkt, het pand, dan is het dus nog wel degelijk een oude, originele pand. En weten jullie het bouwjaar toevallig ervan? 1640. Dat is buitengewoon, hè? Of 4 eeuwen oud, joh. Hè? Ja, dat is op sommige dingen ook wel weer terug te vinden. Aan de andere kant, er is ook veel gemoderniseerd. Alles is ook geïsoleerd. Dus het is gelukkig niet dat je koud erbij zit. Dit is nu een ongelegen ruimte. Eventjes gekaapt als een soort van expositieruimte. Maar dit is nog leeg. Dus ik moet daar... Ja, dit staat te huur zelfs. Ja. Dat zag ik op jullie website ook. Klopt. Dus als iemand 50 vierkante meter in de binnenstad wil huren, dan horen we dat natuurlijk. Als kantoorruimte neem ik aan. Als kantoorruimte. Ja. En mag ik vragen wat de maandelijkse fee is er voor dat huren? 5.500 euro extra btw. Ja, dat is goed te betalen ook nog. Dat dacht ik. Maar je hebt een eigen opgang, een sleuteltje erop, dus het is gewoon helemaal afsluiten. Nou, dat moet vast wel gehuurd kunnen worden. Er zijn altijd mensen die bij mij komen vragen van, weet je nog wat? En het is een hele lichte ruimte ook, toch? Ja, en dat is het toilet hier zo? Dus beneden. Oké. Okay. Dus dat is samen met het toilet. En dit wordt dan een soort van 20-jarig ruimte. Ja, nou ja, perfect.